tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Nou, ik ben toch benieuwd wie er gaat winnen, hoor. Ik hou maar dat het iemand van ons clubje is, dan kan hij het geld aan het opvangcentrum geven. Had je toch niet liever willen blijven? Nou ja, of je er nou wel bent of niet. Maakt voor de uitslag toch niks uit. Nee, joh, waarom? Ik zou volgende week wel even naar het theater willen. Er is een nieuw toneelstuk wat ik graag wil zien. Ja, lijkt me leuk. En volgende week speelt de opera Idomeneo van Mozart. Nee, dat vind ik helemaal niks. Ik kan helemaal niet van opera. Daar genees ik je wel van. Als je één keer geweest bent, ben je de rest van je leven verkocht. Nou, ik ken opera alleen maar van tv en vind ik het maar niks. Ze opdringen gewoon het geschreeuw. En op school probeerde onze muziekleraar het ook al door onze strot heen te duwen. Ja, alsof popmuziek niet opdringerig is. Nee, geloof me maar, opera is echt fantastisch. Je moet er gewoon aan wennen. Zoals aan alles. Ik zal jou eens leren wat mooi is. Ik neem je gewoon mee en dan leg ik je alles uit. Het klinkt als een excursie. Het is veel leuker dan een excursie. Ja, dat geloof ik graag. Iedereen, ik voel me echt een beetje belachelijk. We zijn de enige twee nog die proberen die wedstrijd te winnen. En we hebben niet eens wat met het opvangcentrum te maken. Kom op, sta je klaar? Wacht even. Wat doe je nou? Spanningsoefeningen. Ben je gespannen of zo? Op deze manier komt er in je longen meer ruimte voor. Nou, kom op, dan gaan we weer. Oké. Okay. Ik had helemaal niks in de gaten. In het begin was er toch ook niks aan de hand. Ja, ze werd steeds rustiger, maar... Stom van me dat ik er niks van gemerkt heb. Ja, maar je kon ook niet weten wat er aan de hand is. Je zit niet de hele avond op haar te letten. Bovendien was jij met Jana. Ze ligt in bed. Ik heb een dokter gebeld, die is onderweg. Ik dacht echt dat ze Simons dood al lang verwerkt zou hebben, maar... Ja, dat dachten we allemaal. Want iedere keer als iemand het over Simon net en deze zo relaxed. Tuurlijk. Ze heeft alles opgekropt en nooit met iemand over gepraat. En vanavond ging het dus mis. Een druppel die daarmee deed overlopen. Maar zei iemand iets tegen haar of zo? Nee. Nee, ze zat gewoon alleen aan de bar. Ik denk dat ze al die tijd de waarheid niet onder ogen heeft willen zien. Vanavond ging het dus mis. Dat kan. Maar ze wil absoluut geen woord tegen me zeggen. Nee, tegen mij ook niet toen ik haar naar huis bracht. Typisch Annette. Schaamt ze zich ook nog. Ik wou dat die dokter maar eens kwam. Mag er al iemand bij Martine komen? Nee, niemand. Ze ligt nog steeds in coma. Is ze niet best? En haar doktoren weten nog niet eens of ze ooit wel helemaal bij zal komen. Weet u nou wat er met haar aan de hand is? Hoe kan ze nou van die trap af zijn gevallen? Ja, gewoon een ongeluk, denk ik. Ik weet het ook niet. Ik vraag me wel af waarom ze me belde. Wat ze van me wilde. Het lijkt wel alsof iedereen de laatste tijd een ongeluk krijgt. Dus Simon, nu Martine. Wie is de volgende van jullie clubje? Nou. Hoe zal Linda zich voelen?
zal wel vreselijk zijn nu ze zich zo geïsoleerd heeft van alles in het leven. Ik moet er niet aan denken dat het wat met u zou gebeuren. Echt waar. Ben je eigenlijk niet gaan dansen? Moet je hier nou de hele avond? Gewoon lekker rustig, alleen thuis. Dat wordt duimen. Hoezo? Of we winnen niet. Duimen helpt niks. Staat bovendien ook idioot. Het kan ook geen kwaad en niks dat idioot. Goed, daar gaan we dan. Het grote moment is daar. Het was een hele klus. Voor mij, voor de jury, maar natuurlijk ook voor jullie. Reken maar. Het was helemaal niet makkelijk. Helemaal niet makkelijk. Maar... Kijk naar ons. Ik weet het zeker. Kijk. De prijs gaat naar... het koppel Vanessa en Arno. Volgens mij waren wij beter dan die twee, hoor. Al zeg ik het zelf. En mag ik nog even jullie aandacht? Ik heb nog meer. De jury heeft namelijk besloten nog een speciale prijs uit te reiken aan het meest originele koppel. Het koppel dat het leukste en het lekkerste danste. En die prijs... Dat kan dus niet missen, hè? Zeg voor Tony en Lien. Die prijs, 500 gulden, die gaat naar het paar Mirjam en John. Mooi zo. Dan kan ik eindelijk naar het buitenland. Goed gedaan, hè? Hoe bedoel je? Hier weg, de wijde wereld in. Snap je wel? Hey. Hallo. Goedemorgen. Hetzelfde. Nou, dat klinkt goed. Ik hoor het al. Wie heeft er gewonnen gisteren? Geen idee. Hoezo ben je er weggegaan? Moest wel. Annette knapte af, ze viel flauw, ik moest haar naar huis brengen. Jezus, wat was er dan? Gewoon. Ze ging ineens onderuit. Gewoon? Is het niet ernstig? De dokter zegt dat het wat meevalt. Ja, ze zal een paar weken rust moeten houden. Gedonder met Simon, weet je wel. Helemaal doorgedraaid. Die moet ik hebben. Op u heb ik staan wachten. Ach, meneer Harmsen, kon ik van u maar hetzelfde zeggen. U had ons beloofd dat u ons met rust zou laten. Wat is er nou weer? Ik ben gisteravond telefonisch bedreigd. En ik weet ook door wie. Door Mickey. Ah, Mickey zou u telefonisch bedreigd hebben? Nee, meneer Harmsen, dat is niks voor hem. Nou, en of dat hij het was. Hij wilde niet dat zijn stem herkend werd, maar mij hou je niet voor de gek. Hij heeft de pest aan me. Hij wilde dat Nancy hier langer bleef, maar ik vond dat ze terug moest naar haar ouders. Anders was ze net zo geworden als hij. En al die anderen die hier rondhangen. Ach, meneer Harmsen, kom nou. U heeft met zoveel mensen ruzie gehad. De kans dat iemand anders u gebeld heeft lijkt me groter dan dat Mickey dat deed. Nou, ik weet zeker dat hij het was. Hmm. En, welke stappen dacht u te ondernemen? Zolang ik niet zeker weet dat hij het gedaan heeft, geen. Wat wilt u dat ik doe? Wat had u gedacht van de politie? Ik zal het uitzoeken. En vertelt u hem dat hij mij met rust laat? Ik zal met hem praten, meneer Harmsen. Maar ik geloofde niks van dat Mickey u opgebeld zou hebben. Nou, wend u dan maar aan dat idee. Die jongen, die zal nog een hoop ellende veroorzaken. Je hoeft toch niet meteen nu weg? Ah, Mirjam, het heeft weinig nut om jou nog langer hier rond te hangen. Je weet waar ze me van beschuldigen. Ik dacht dat we onze overwinning gingen vieren vanavond. Ik betaal mijn eigen drank, hoor. Ik dacht dat je jouw deel aan het opvangcentrum zou geven. Ja, zwaar ook. Nou, dan betaal ik toch van mijn eigen geld. Nee, als ik klaar ben met pakken, ga ik nog even bij mijn ouders langs en dan ben ik weg. Met wie moet ik hier dan samenwonen? Met iemand anders ben ik bang. Ik heb ook nog een maand huur van je tegoed. Ah, betaal het dan maar van de prijs. Ik geef mijn deel aan het opvangcentrum, dat zei ik toch al? Ja, zet een advertentie dan voor een nieuwe huurder. Er is vast wel iemand te vinden die zo gek is om met jou een flat te delen. Begon hier nou net zo gezellig te worden. Wat je zegt, net zoals thuis. Nou, wordt weer een leuke dag vandaag.
Mijn enkel verzwikt. Straks naar Tom die me gaat ontslaan. Wat het daar ontspanningsoefeningen voor waren. Als je nou nog één dag blijft, dan kan ik je overhemden nog strijken. Nee, Jos, ze kreuken toch weer in mijn tas. En bovendien, ik ken dat strijken van jou. Ik heb maar twee overhemden verknald. Doe nou. Tada, drie. Oké, drie. Je kan niet zeggen dat ik er mijn best niet op heb gedaan. En ik heb geld gewonnen voor het opvangcentrum. Dat is toch heel wat? Ik ga ze dadelijk bellen. Dan breng ik het meteen naar ze toe. Wat ben je ook een sukkel, jij, hè? Zou je nooit vergeten, John? Ik jou ook niet. Tot ziens. Ja. Vandaag. Ik heb een lekker ontbijtje voor je gemaakt. Hé, ik denk dat de meeste je sinaasappelsap. Lieverd, je moet goed eten. Hoe is het met haar? Nog steeds hetzelfde. Heeft ze iets gezegd? Nee, geen woord. Daar heeft die dokter voor gewaarschuwd, hè? Nou, we moeten gewoon maar een paar dagen geduld hebben. Ik vind het zo verschrikkelijk om haar zo te zien. Ja, wat kunnen we er nou aan doen? Goedemorgen. Goedemorgen. Kijk eens wie we daar hebben. God, wat een heerlijke dag, hè? Dit is zo mooi. Dit is La Traviata. Gabi heeft uitgelegd waar het over gaat. Nu pas begrijp je wat voor mooie muziek het eigenlijk is. En binnenkort gaan we echt naar de opera. Dan leent Gabi me de platen, zodat ik de muziek en de tekst kan leren kennen. En dan gaan we naar een live uitvoering. En volgende week gaan we naar een toneelstuk van Hugo Claus. Ja, ja. Het is er. Houdt u niet van Claus? Ja. Goed nieuws? Kaartje van een oude vriend. Oh? Een arts. Hij heeft me een tijd geleden geopereerd. En dan kan je wel zeggen, mijn leven gered. Nou, dan is het wel een zeer goede oude vriend. En ik realiseerde me net dat als hij er niet was geweest en die operatie was niet gelukt, dan had ik niet gezeten hier met jou. En dan had ik al die mooie momenten wel gemist. Dat is ook geen vrolijke gedachte. Je moet niet zoveel aan dood gaan denken. Zover is het nog lang niet. Ik ben nog jong. Ik moet aan onze toekomst denken. Ja. Lig. Oef. Nou, kom binnen. Arnie vertelde dat jullie samen naar de opera gaan. Oh ja? Is daar iets niet aan goed? Hou je niet van opera? Ik wil met je praten over Arnie. Dat doen we toch al, of niet? Wij maken ons zorgen over de manier waarop jullie met elkaar omgaan. Oh? Hoezo? Toen hij vanmorgen thuis kwam, zat hij vol met allerlei kletspraatjes over wat jullie samen gaan doen. En wat noem jij kletspraatjes? Oké, misschien geen kletspraatjes, maar dit is niet goed. Hij zit zich helemaal aan te passen aan jouw leven. Opera en toneel doen duizenden mensen goed. Dus waarom zou het niet goed zijn voor Arnie? Jij probeert hem te veranderen in iemand die hij niet is. Je vergist je, Jeff. Ik probeer hem helemaal niet te veranderen. Maar misschien wek ik wel dingen in hem op die er al in zaten. En wat dan nog? Dan heb je er toch niks mee te maken? Arnie is familie van me. Nou? En ik voel me verantwoordelijk voor hem als zijn ouders er niet zijn. En dat hebben ze me ook min of meer gevraagd. Ik heb er dus wel iets mee te maken. Hm. Nou, Arnie is oud en wijs genoeg om zelf beslissingen te nemen. Ja, maar ook om de verkeerde beslissingen te nemen. Nou ja, Jeff, dit slaat helemaal nergens op. Nou ja,
Dan hebben we dus nu een meningsverschil. Arnie is een hele gevoelige jongen en ik denk dat het heel goed is als hij die gevoeligheid verder ontwikkelt. Ja, jij gebruikt Arnie alleen voor jezelf, om te bewijzen dat je in staat bent zo'n jonge jongen aan je te binden. Kom je daar nou bij? Ik ben juist heel erg op Arnie gesteld. Hij is lief, hij is attent, hij is creatief. En hij is dol op mij. Nou, dat kon ik van mijn ex-man niet zeggen. Dat was een lompe zak. Had je hem misschien wat vaker mee kunnen nemen naar de opera? Het is dus heel onaardig van je, hè, om dat te zeggen. Maar goed, je hebt gelijk. Hij wilde ook niet mee. Hij zat altijd liever in de kroeg. Jij geeft helemaal niets om Arnie. Jij wil alleen maar iemand hebben die niet tegensputtert. Meneer Harms, als u ons wilt verontschuldigen, dan kunnen wij tenminste ook weer aan het werk. Ach, dankjewel. Ik ben er. Dat zien we. Dag, Mirjam. Tot ziens. Aardig zijn jullie. Ik had wel een wat warmer welkom verwacht. Oh, hadden we de rode loper uit moeten leggen? Of wij een ander kleurtje of zo? Ja, op zijn minst. Nou, ik zal een offerte laten maken. Oké, goed. Ik heb het gevoel dat ik het geld beter in mijn eigen zak kan houden. Ik ga maar weer eens. Welk geld? Geld van de danswedstrijd. Hé? Heb jij gewonnen? Je hoeft niet zo verbaasd te doen, hoor. Mirjam, ik wist dat jij tot veel in staat was, maar tot dit... Hey, gefeliciteerd, joh. Het is wel niet de hoofdprijs, maar we hebben in ieder geval wat gewonnen. 500 gulden. Nou, 500 gulden, dat is niet mis. Maar jullie krijgen maar de helft. John heeft de andere helft. Ah, 500 gulden voor dansen? Nou, misschien zit er toch wel wat in dat gedans. Wie had dat gedacht? Nou, ik vind het heel lief van je, Mirjam. Ja. Wat een geluk voor je, zeg. Nou, als ik jonger was, dan zou ik je meteen ten dans vragen. Tuurlijk, om ook 500 gulden te winnen, zeker. Zeg, maar kun je dat geld nou niet beter besteden dan aan deze instelling? Nou zeg. Ja. Ik bedoel, hoeveel mensen komen er niet om van de honger in de wereld? Daar zit wat in, inderdaad. Ik bedoel, die kunnen iedere cent gebruiken. Die jongens hier, die redden zich wel. Ik heb thuis nog wel een paar Giro-nummertjes. Wil je ze hebben? Alsjeblieft, bemoeit u zich nou even met uw eigen zaken. Pardon? Mirjam is hier gekomen om ons dat geld te geven, ja of nee? Ja, tuurlijk. Nou, dankjewel. Heel lief van je. Jammer dat we geen standbeeld voor je kunnen oprichten. Nou, het is in ieder geval een hele troost voor mijn ontslag. Ben je ontslagen dan? Nee, nog niet, maar het zal wel niet lang meer duren. Tom zit me vandaag nog op straat. Peter, kun jij niet even het jobcenter bellen? Misschien hebben ze werk voor me. Ja, tuurlijk. Bedankt. Nou, dan moet ik er maar weer vandoor, want ik moet ook nog de huur overmaken. Dan zit ik straks ook nog zonder huis. Nou, dag. Dennis? Voor jou. Ja, dat is wel. Hey, Mirjam. Meneer Harps, als u nou ook weg wilt gaan, dan kunnen wij tenminste iets doen. Ja, ik snap het toch niet helemaal, hoor. Wie geeft er nou geld aan jullie? Aan zo'n tent vol werklozen. Dat is ongelooflijk. Mirjam, dat Giro-nummer van Bangladesh. Nou, mam. Het is zover. Ik ga... Kom even dag zeggen. John, ik wil niet dat je gaat. Als je blijft, dan kan ik je helpen. Ik heb er lang over nagedacht en ik moet gewoon weg. Het spijt me. Maar waar ga je dan naartoe? En je belt, hè? Als je een kamer hebt. En als je geld nodig hebt. Tuurlijk. Ga je nog even langs Arnie, die zit binnen. Ja, is goed. Ja. Wat is er? John gaat weg. Geen ruzie met hem maken, Jeff, in godsnaam niet. Want ik wil dat hij weet dat hij hier welkom is. En als je nou ruzie met hem gaat zitten maken, dan zien we hem misschien nooit meer terug. Jeff, alsjeblieft. Oké. Dat wist ik helemaal niet. Ik dacht juist dat het goed ging. Ja, dat dacht iedereen. Ze heeft er met niemand over gepraat. Hé, ik ben van gedachten veranderd. Ik ga toch niet weg. Oh? Nee, Arnie vertelt me net over Annette. Ik blijf liever een beetje in de buurt. Misschien kan ik helpen. Nee, John, Annette heeft rust nodig. Die kan jij dat niet geven. Pap, dat kan me gewoon niet schelen. Ik weet dat we ruzie hebben gehad, maar dat is allemaal voorbij. Ik moet naar naartoe. Ik wil met haar praten of zo. Wacht even, dat gaat zo maar niet. Ja, je kunt me toch niet tegenhouden. Probeer dat nou maar niet, oké? Luister nou eventjes, luister even, John. Niemand mag nu bij Annette komen. Alleen Helmink. Ik heb al gebeld, ze is onderweg. Want zij is de enige die Annette kan helpen.
Nee, Mickey is niet hier. Ik heb hem trouwens al de hele tijd niet gezien. Oh. Ik denk niet eens dat hij mijn nummer heeft. Jammer, ik dacht ik probeer het hier even. Jij staat zo'n beetje bekend als logeeradres. Nou, dan ook. Ik ga mijn spullen pakken. David brengt me zo naar de familie Alberts. Hmm. Waarom trekken zich Annemans problemen altijd zo aan? Het is of in het opvangcentrum of alweer een particulier geval. Nu weer met Annette. Ja, beetje gelijk heb je wel. Maar in dit geval, Annette en Helen kennen elkaar al lang. En ik denk dat jouw tante de enige is die Annette kan helpen. Dank je. Asje. Koffie drinken. Ik heb er eens goed over nagedacht. En ik ben blij dat ik bijna van deze rotbaan af ben. Kijk, ja, nou. Ik ben blij dat ik ontslagen word. Ik haat het rotwerk. Ik denk dat ik maar weer eens ga studeren. Psychologie of zoiets. Daar kom ik misschien wel veel verder mee. Ik bedoel, je kan je jeugd toch niet laten verpesten door in zo'n griebestent te werken? Ik weet het zelfs nog beter gemaakt. Ik laat me niet ontslaan. Ik neem ontslag. Wat zeg je daarvan? Ik ben toch al lang genoeg de voetveeg geweest hier? De deurmat van deze tent? Ha, wat denken ze wel? Er zijn vast andere domme trutten te vinden die dit soort baantjes kunnen doen. Hou nou je mond maar meer, Jan. Peter heeft me verteld waarom je gisteravond niet kon werken. Afgezien daarvan, er stond een foto van je in de krant vanochtend. Als winnares van die rock'n'roll wedstrijd. Ik zag dat je een t-shirt van onze zaak aan had. Vind ik bijzonder aardig van je dat je daaraan hebt gedacht. Hè? Gratis sluikreclame. Maak wat mij betreft alles goed. Conclusie, ik ontsla je niet. Erger nog, je krijgt opslag. Nou, vraag dan maar. Nog één keer proberen. Goed, ik blijf. Ik ben zo blij dat je er bent. Hoe is het met hem? Ja, steeds hetzelfde. Ze is depressief, zegt nog steeds geen woord. Kom even mee naar de kamer en dan laten we de dames even alleen. Ja, ik wacht even. Ik hoop dat ik iets voor de kan doen. Ik ga niet voor naar boven. Als we de koffie op hebben, moesten we maar eens gaan, hè? Het is mooi weer buiten, dus ik dacht... En we hebben zoveel te doen vandaag. Hier.